Tira heet iedereen van harte welkom. Excuses voor het feit dat wij niet om 3 uur met dit verhoor beginnen, maar later. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat wij technische problemen hebben gehad en wat meer vragen wilden stellen aan de vorige verhoorde. Maar dan vraag ik nu de griffier om de heer Oosthoek binnen te leiden. Welkom, meneer Oosthoek. Dank u. Allereerst excuses voor het feit dat wij later met u beginnen dan wij u hadden uitgenodigd. Dat gebeurt vaker bij het spoor, hè? Ja. Dat gebeurt vaker bij het spoor. U weet me goed neer te zetten. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de eed te bevestigen dat u de waarheid, de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u de 2 voorste vingers van uw rechterhand opsteken en mij nazeggen: zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Oosthoek, u bent van ProRail. ProRail is onder meer verantwoordelijk voor de verdeling van de ruimte op het spoor en verzorgt de verkeersleiding. We komen nog over onderhoud te spreken, want daar is iets bijzonders mee aan de hand. Maar u was namens ProRail verantwoordelijk voor het coördineren van het ingebruik nemen van de HSL, de hoge snelheidslijn. En dan met name de voorbereiding van ProRail zelf en de samenwerking met de vervoerder HSA, het speciale bedrijf dat was ingericht om het vervoer over de hoge snelheidslijn tot stand te brengen. Dat noemt u bij ProRail het opstartmanagement, hebben wij geleerd. In dit verhoor hebben wij vragen aan u over het in gebruik nemen van hoge snelheidslijn en dan met name voor de Vira. Ik maakte al een klein stapje naartoe, want wat was nou precies de rol van ProRail bij de HSL Zuid? Want het was iets bijzonders ten aanzien van dat onderhoud. Onderhoud, zegt u. Het bijzondere aan het onderhoud bij de HSL Zuid was dat eigenlijk ProRail voor het beheer en onderhoud van de hoge snelheidsinfrastructuur niet verantwoordelijk was, maar dat is weggedelegeerd, zal ik maar zeggen, door de staat aan Infraspeed. En wat was verder wel uw rol ten aanzien van de HSL Zuid? De overige beheertaken, het leiden van het treinverkeer en het verdelen van de capaciteit over de hoge snelheidsinfrastructuur. Precies die 2 gerichte onderwerpen. Nou was u voorzitter van het opstartteam. Kunt u vertellen wat de doelstellingen van dat team waren? De doelstelling van het team was om in samenwerking met alle operationele partijen, dus diegenen die echt iets met die HSL van doen hadden, die daar iets op te doen hadden, de verschillende vervoersproducten voor te bereiden en ervoor te zorgen dat onze onderlinge organisaties op elkaar afgestemd waren, opdat we een optimale situatie voor de reiziger zouden kunnen creëren. Wie zijn dan die partijen in dit geval? In mijn opstartteam zaten een aantal ProRail-partijen, verkeersleiding, capaciteitsverdeling, asset management. HSA was aanwezig, ILNT was agendalid, Infraspeed was agendalid. Oké. Okay. U heeft ook deelgenomen aan vergadering van het opvolgingscomité. Ja. Kunt u vertellen wat dat was? Wat ik ervan begrepen heb, is het opvolgingscomité ergens in 1995 ingesteld tussen de Nederlandse staat en de Belgische staat om opvolging te geven aan de afspraken die tussen de 2 staten zijn gemaakt om een hoge snelheidslijn te bouwen tussen de 2 landen en daar ook vervoer over te gaan doen. En dat was het doel daarvan? Maar wie namen dan precies deel aan dat? In de fase dat ik erin zat, ja? Was het van onze kant, Nederlandse kant, DGB. Vanuit België. Afkortingen doen we niet. Oh, neem me niet kwalijk. Althans, moeten we ons zelf ook op sturen, hoor. Maar afkorting plus de toelichting als toelichting. Ja, dan moet ik even goed luisteren. Even directoraat-generaal vervoers en dergelijks. Oké. Okay. En de federale overheid van de Belgische kant. Aan de Nederlandse kant zat ook HSA daar. Aan de Belgische kant NMBS. Aan Belgische de Nederlandse kant ProRail, aan de Belgische kant Infrabel. En er was iemand van Buitenlandse Zaken aanwezig bij die vergaderingen. Okay. Kunt u iets vertellen over die vergaderingen? Wat viel u op gedurende die vergaderingen? Het ging in die vergaderingen over van alles, zal ik maar zeggen.
Maar als ik concentreer op de dingen waar ik dan voor kwam, dan was het met name in de fase dat we eigenlijk de HSL en de lijn 4 al was aangelegd. Dus ik probeerde daar de ProRail belangen in te brengen als het gaat over voorbereiding van vervoer en goed samenwerken met de Belgische infrabeheerder. Hoe ging dat in die vergaderingen? Die vergaderingen waren voor ons vrij op afstand, moet ik eerlijk zeggen. De echte zaken, die deed je daar niet. Het was meer om samen met de staat te kijken van, eigenlijk een beetje de integraliteit uitstralen, zal ik maar zeggen. We staan er met z'n allen voor en daarom zijn we ook met z'n allen aanwezig. Maar de rol was niet erg groot. Oké. En als we even inzoomen op een aantal belangrijke partijen. Had u het idee dat bijvoorbeeld HSA en de Belgische Spoorwegen er op dezelfde manier in zaten in het hele project? In het opvolgingscomité? Ja. Ze zaten er wel voor hetzelfde om af te spreken wat moeten wij doen om verkeer mogelijk te maken over de HSL en met name onze samenwerking daar te doen. Maar het zwaartepunt van dat werk zat niet in het opvolgingscomité volgens mij. Dus daar ging het vrij correct. Maar ik vond het altijd wel een beetje op afstand. Maar het inhoudelijke werk gebeurde ook niet daar. Mm-hmm. En had u nog het idee dat er verschil was in betrokkenheid op het hele project? In het opvolgingscomité niet. Had u ook nooit verschil gezien tussen de opstelling van HSA en de opstelling van bijvoorbeeld de Belgische Spoorwegen? Iedereen even gefocust, even betrokken bij het project? Als u alleen spreekt over het opvolgingscomité, dan merkte ik daar niet zo'n verschil in. Klinkt alsof u het op een andere manier wel merkte. Ik denk dat ik ook weet waar u naartoe wilt. Ik heb wel verschil ervaren. En ik heb met name verschil ervaren als we wat dichter, en dat was dan met name in het longsteam, als we daar bij elkaar kwamen en we probeerden de dingen af te spreken die gebeuren moesten, dan merkte ik wel een verschil in mate van betrokkenheid, als ik dat zo mag zeggen, tussen de Nederlandse vervoerder en de Belgische vervoerder. Kleurt u die eens in voor ons? Ja, gekscherend hebben we in die tijd wel eens tegen elkaar gezegd van de Belgen stribbelen mooi mee. En dat zeiden we tegen elkaar omdat de intenties wel werden uitgesproken, de acties wel werden afgesproken, maar je toch het gevoel had dat er meer energie uit België of uit Nederland kwam, zal ik maar zeggen, als uit België, om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk allemaal operationeel werd voorbereid. Ik vraag daarnaar, want het lijkt alsof ik, u zegt, ik weet waar u naartoe wil. Maar ik vraag daarnaar omdat ik me afvroeg of u op enig moment zorgen had over hoe dat nou ging. In zoverre heb ik me daar wel zorgen over gemaakt, omdat wij, en met wij bedoel ik in dit geval zowel HSA als ProRail, heel graag een goed voorbereid wilden zijn op het grensoverschrijdend verkeer. En In onze plannen zat ook een integraal proefbedrijf. En dat integrale proefbedrijf, dat vond ik erg belangrijk. Dus ik vond het van belang dat ook de Belgen, zowel Infrabel als NMBS, daaraan mee zouden doen. Want dan kun je beter voorspellen wat je zometeen je grensoverschrijdende reiziger aandoet. En in die zin heb ik me er wel zorgen over gemaakt van, gaan we dat wel voor elkaar krijgen? Oké. En had u nog een idee hoe de betrokkenheid was van ook een belangrijke speler met wie u aan tafel zat, namelijk de inspectie, de Nederlandse inspectie en de Belgische inspectie. Had u daar ook een gevoel van hoe zit het met de betrokkenheid van verschillende partijen? Ik ben de Nederlandse inspectie en de Belgische inspectie in het internationale verband eigenlijk niet tegengekomen. Tenminste, dat ze beide aanwezig waren. Als ik de inspecties tegenkwam, vanuit mijn positie, had ik niet het gevoel dat daar een verschil in belang zat. Wel een verschil in aanpak, maar niet een verschil in belang. Oké, en ook niet verschil in betrokkenheid? Nee. Oké. Ik kijk naar mevrouw Bergkamp. Nee, geen aanvullende vraag. Dan de heer Elias. Wat dan voor verschil in aanpak tussen die Nederlandse inspectie en de Belgische? Nou, het verschil wat ik daarvan gezien heb, en dat is dan wat je in de vergaderingen meemaakt, is dat voor mijn gevoel de Belgische inspectie zich wat meer met de details bezig hield, dieper op bepaalde zaken inging. Maar dat kan ook te maken gehad hebben dat daar iemand zat die ook van ERTMS heel veel verstand had. Dat heb ik nooit helemaal helder kunnen krijgen. En de Nederlandse inspectie zich op haar manier gedroeg, zoals we ook gewend zijn. En wat vindt u eigenlijk beter als u er naar kijkt? Ik heb daar geen oordeel van. Ik heb dat gezien als geconstateerd dat het zo was. En meer dat vond ik wel grappig eigenlijk. Het is leuk dat er tussen twee, je spreekt dezelfde taal, zal ik maar zeggen, maar toch doe je de dingen anders. En dat. Goed. U had vanuit ProRail,
of nou niet zozeer u, maar ProRail had daarnaast ook nog een rol bij de toelating van de Vira op het spoor door de inspectie. Op 6 juli 2012 heeft de inspectie de Vira toegelaten tot het Nederlandse spoor. En daarbij had ProRail een adviesrol. En daarbij heeft ProRail op enig moment bij de inspectie formeel bezwaar gemaakt dat de vergunning voor onbepaalde tijd werd verleend. Voor zover we het begrijpen uit de stukken was ProRail er wel voor om die vergunning te verlenen. Dat even nadrukkelijk gesteld. Maar dan wel voor bepaalde tijd. Eerst even inhoudelijk. Waarom was dat? Dat was omdat wij 13 non-conformities, als ik dat Engelse woord mag gebruiken, hebben gevonden. Mag u niet. Dat mag ik niet. Nou, niet-conformiteiten dan. Ja. Of niet zijnde conform de EETMS-specificaties. Afwijkingen van de EETMS-specificaties hadden wij de 13 gevonden. Van zodanig serieuze aard dat daarop zou moeten worden ingegrepen. Mag ik dat zo vertalen? Ons oordeel is geweest dat ze niet veiligheidsrelevant waren. Alle 13 afzonderlijk gezien. Omdat er voor iedere afwijking ook een mitigerende maatregel te bedenken was. Alleen die mitigerende maatregel kwam voor een groot gedeelte op het bord van de machinist terecht. En wij onze zorgen over maken dat als je veel maatregelen op het bord van een mens stapelt, zal ik maar zeggen, dat hij een keer in de positie komt dat hij fouten gaat maken. En dat wil je natuurlijk altijd voorkomen, maar zeker in onze business. Ja. En daar zat ons belang in om de druk op de producent van EETMS zo hoog mogelijk te hebben, dat hij snel die maatregelen gaat, die non-conformities, die niet-conformiteit gaat oplossen. Ja. U noemt er 13, we gaan ze niet allemaal af. Noemt u dus 2 belangrijke die wij ook kunnen begrijpen, waar dan een machinist zeg maar last van zou hebben. En zeker als het er een stuk of 10 bij elkaar zijn, dat u alles bij elkaar opgeteld zegt van ja, dat is toch niet verstandig. Ik snap ze zelf bijna niet, maar ik heb er in ieder geval een stuk of 2 uit laten zoeken. Een van die voorbeelden is dat het normale wijs gesproken het systeem bewaakt of ATB is ingeschakeld, automatische treinbeïnvloeding. Ja. Of dat die defect is. In dit geval, die werkte niet. En nu was de opdracht aan de machinist, voordat jij met je trein gaat rijden, moet je even in de gaten houden of ATB wel werkt. Dat is één voorbeeld dat ik u kan geven. Een ander voorbeeld dat ik u kan geven is van andere aard. Bij kopmaken, dat betekent dat je de andere kant van de trein gaat gebruiken, zal ik maar zeggen. Oftewel, je keert de trein, dan moet de machinist van de ene cabine naar de andere. En nu, een van de maatregelen die niet werkte, nummer 9, was dat betekende dat die cabine in de sleeping mode was en die moest hij totaal wakker maken. En dat kost tijd. En dat is jammer, als je bijvoorbeeld een hele korte kering hebt, dan geeft dat al gauw vertraging. Allemaal van dat soort dingen. Daar waren een stuk op 13 op zich niet onoverkomelijk, nee. Maar bij elkaar toch net iets te veel voor één mens om te zeggen van nou, daar kun je jarenlang gewoon maar mee doorrijden. Dus alleen voor onbepaalde tijd, voor bepaalde tijd. Nou, wat wij hoopten en wat wij willen. Kijk, wij vinden ook bij ProRail dat je eigenlijk datgene wat je in de techniek kan oplossen, moet je niet op het bureau van een mens leggen. Het wordt steeds ingewikkelder. Want die treinen, dat zijn rijende computers ondertussen. Dus je moet zoveel mogelijk dat gewoon geautomatiseerd laten afwerken. En wij hebben daar een probleem mee om dat af te wentelen op de mens. Want we hadden hier onvoldoende aanleiding om te zeggen van, weet je, we gaan er gewoon voor liggen. Want als je die dingen afzonderlijk bekijkt en zelfs opgeteld zet je voor bepaalde tijd, kan dat best. Maar ja, hoe langer je dat laat duren, hoe groter de kans dat er eens een keer iemand in het scenario komt dat hij een fout gaat maken. En dat wil je gewoon niet. Zeker. De commissie doet onderzoek naar de feiten. Vandaar de vraag nog even voor alle duidelijkheid. De bezwaren van ProRail, die hadden dus niks te maken met de winterproblemen waardoor de Vira uiteindelijk uit de dienst is genomen. Nee. En hoe is die afhandeling van het bezwaar verder verlopen? Ja, onbevredigend wat ons betreft. Vertel. Want wij hebben, ik geloof op 20 juli, die bezwaarbrief geschreven. En uiteindelijk is die behandeld op 17 januari. Dat is toevallig net de datum dat ook de Vira uit de dienst werd genomen. Ik denk niet dat daar een oorzakelijk verband is. En op 7 februari kregen wij te horen dat ons bezwaar onontvankelijk werd verklaard. Ja, dan ben je. Dat is, en dat betekent dus dat IRNT zegt, fijn dat je het bezwaar hebt ingebracht, maar wij doen er even niks mee op dit moment. En wat was het argument van het argument was de dat wij, inspectie? Dat wij niet gerechtigd waren om dit bezwaar in te brengen. En daarvan heeft ProRail in ieder geval toen gezegd, nou ja, daar kunnen we het mee oneens zijn, maar dat laten we verder zitten. Nou, weet u, op dat moment was die V250 ook al even niet meer
in dienst. Plus dat wij wisten dat er nog softwarewijzigingen zouden worden doorgevoerd op de V250. En wij de hoop en verwachting hadden dat deze 13 EETMS-punten in die softwarewijziging zouden worden meegenomen. Dus wij zagen op dat moment geen aanleiding om weer bezwaar tegen het niet ontvankelijk verklaard zijn aan te tekenen. Dus toen heeft ProRail het verder maar gelaten. Toen hebben we het er voor dat moment bij gelaten, ja. Ik heb daar nog wel even een vraag over, want is het, we spraken net even over de taken van ProRail. Waren dat nou typische dingen om zich vanuit ProRail zorgen over te maken? Want u gaat eigenlijk over de verkeersleiding en over, behalve op de HSL, over onderhoud en over de infrastructuur. En u komt eigenlijk met een opmerking, jongens, wij maken ons zorgen over de machinisten. Ja. Was er nou eigenlijk niet iemand anders die dat had moeten roepen? Nou, misschien dat ook iemand anders het had moeten roepen, maar bij ProRail vinden dat we dat wel mogen roepen, want wij werken samen in het vervoerssysteem. Een machinist is een mens die daarin werkt, maar hij werkt samen met een treindienstleider, dat is ook een mens. En ook die krijgt soms extra dingen op zijn bord omdat systemen niet goed werken. En samen kunnen ze in een operationele situatie komen dat je zegt van hey, nu gaan mensen fouten maken en dat willen we gewoon niet. En of dat dan de machinist is of de trainingsleider is, wij denken gewoon aan het totaal en niet alleen aan onszelf. Nee, dat is ook, dat bedoel ik ook niet. Maar waar het mij vooral om gaat is dat het was eigenlijk een verfrissende insteek juist van u. Dat u daar de nadruk op legt. En dat die, maar u heeft ook niet van andere kanten dezelfde bezwaren zien komen. Op deze 13 niet-conformiteiten? Nee, heb ik niet gezien. Wat mij ook wel bezighoudt is, kijkend, we hebben echt heel veel moeten studeren op al die beveiligingssystemen en alle afkortingen. En dat het dus blijkbaar toch zo kan zijn dat met die enorme complexe techniek op veiligheid, het dus uiteindelijk toch weer terugkomt bij de mensen die in zo'n cabine zitten en die trein veilig moeten maken. En dat dat dus juist een zorg is dan. Nou ja, goed, als je ervoor kiest niet aan alle voorwaarden voldaan te hebben, maar er moet toch gereden worden, zal ik maar zeggen. Ja, dan moet je daar mitigerende maatregelen bij verzinnen. En in de praktijk is het toch vaak zo dat als de techniek het even niet kan, ja, dan blijft er niet zoveel meer over. Dan doe je het bij de mensen die achter in het systeem zitten. Ja, maar het is wel bijzonder dat je juist ziet dat deze trein is bedacht met al die enorme veiligheidsmaatregelen. En dat u op dat moment moet zeggen, ja, maar uiteindelijk komt het bij een bijna overvraagde machinist terecht. Dus geef maar een tijdelijke vergunning. Wat wij gedaan hebben is conform datgene wat wij mogen en wat wij moeten ons advies gegeven. Ja. Wij moeten dat oprecht doen. Dus wij bekijken punt voor punt wat is de invloed ervan, is het voor ons acceptabel. Wij konden voor deze punten afzonderlijk niet zeggen van we vinden hem niet goed genoeg. Daar hadden we te weinig argumenten voor. En dus hebben wij gedaan wat we hebben gedaan. Maar dat we daar niet echt blij mee waren en dat de reactie daarop ook niet was wat wij hadden gehoopt. Dat blijkt vanuit het feit dat we uiteindelijk bezwaar hebben gemaakt. Ja. Maar één. Had HSA dat zelf moeten doen, vindt u? Ja, wij hadden de rol om ons advies te geven. HSA weet ik niet wat zij hadden moeten doen. Zij hebben wel kunnen constateren dat deze maatregelen in het handboek van de machinist terechtkwamen. En dan mogen ze hun eigen oordeel hebben of ze dat acceptabel vinden of niet. Meneer Oosthoek, we hebben natuurlijk een aantal vragen over dat integrale proefbedrijf. Dat hoopte ik al, ja. Eind 2011 maakt HSA plannen om een integraal proefbedrijf uit te voeren, voorafgaand aan de start van de dienst Amsterdam-Brussel in december. En misschien zelfs september Amsterdam-Rotterdam. Wat is nou eigenlijk een integraal proefbedrijf? Waar is het voor bedoeld? Als ik het kort zeg, dan is het integraal proefbedrijf bedoeld om vast te stellen in welke omstandigheden en of dat acceptabele omstandigheden zijn waarin je zometeen commercieel vervoer start. Oftewel gaan we met elkaar, ieder van ons uit onze eigen verantwoordelijkheid, een goed vervoersproduct kunnen neerzetten, oftewel de reiziger bedienen. Dat is waar we een integraal proefbedrijf voor vinden. Ik heb gisteren het woord generale repetitie gehoord, ik vond dat wel een mooie. Zonder reizigers. Dat, een generale repetitie zonder reizigers. Je begint zonder reizigers, maar ja. Cabaretiers die doen ook wel eens een uitvoering, zal ik maar zeggen, een try-out met reizigers. Met publiek, dat met mag familie. In vervoer, dat ja. Mag in het IPB mag dat ook. Ja. Maar u zegt, uw definitie is dat het een soort test is om te kijken of je een acceptabele dienst, of onder acceptabele omstandigheden een dienst kan uitvoeren. Ja, maar wij gaan wel van een aantal uitgangspunten uit. Wij gaan ervan uit dat de situatie is zoals die zometeen zal zijn. Dus wij zeggen, je kunt pas een IPB, integraal proefbedrijf doen, als
de infra oké is, als het materieel oké is, als de capaciteit, zegt de dienstregeling oké is, en als het personeel oké is, oftewel als de mensen zijn opgeleid. Dat zijn de omstandigheden waaronder je een representatief integraal proefbedrijf kunt doen. Als aan een van die voorwaarden niet wordt voldaan, dan wordt het wel ingewikkeld om een heel zuiver voorspelling te kunnen doen van waar staan we nou eigenlijk zometeen. En je doet het doel is om dus vast te stellen of je op een acceptabele manier van start kan gaan. Ja. Voor de reiziger acceptabele manier. Voor de reiziger. Ja. En kijkt u daarbij ook naar technische zaken? Nee, dat is de reden waarom ik net wat uitvoerig zei. Wij kijken naar materieel oké, infra oké. Oftewel, wij gaan ervan uit dat die basisvoorwaarden om überhaupt een trein te kunnen rijden, dat daaraan voldaan is. Dus als ik een voorbeeld, wij kijken dus niet of de trein goed is. Wij gaan ervan uit dat de trein goed is op het moment dat we een IPB doen. Hetzelfde geldt voor de infrastructuur. Maar ik heb wel in een aantal van de adviezen gelezen, en daar gaan we straks nog wat uitgebreider op in, dat er in ieder geval beschreven staat dat er zorgen zijn over de betrouwbaarheid van materieel. Ja, dat klopt. En dat valt er wel onder, om een inschatting te maken. De situatie was, idealiter, dan gebruik je een integraal proefbedrijf om vast te stellen, zijn we er klaar voor. Dus dan zou je willen dat je in je gebruiknaam advies een go, no-go advies kunt geven. En dan werkt het echt, zal ik maar zeggen. Dan kan je op een gegeven moment zeggen, weet je, doe het nog even niet, want die dingen zien we in de infrastructuur, die dingen zien we in het materieel, die zien we in de samenwerking van die twee. En wij schatten in dat een dusdanig punctualiteitsniveau of uitvalniveau geeft dat niet acceptabel is. In het geval van de V250 was het natuurlijk iets anders, omdat we daar, nou niet iets anders, dat was gewoon anders, omdat we daar besluit al was genomen om de V250 te gaan inzetten. Ja, dus ondanks het feit dat het nog niet zo was dat we konden zeggen van materieel oké. Okay. Dus en dan wil je toch een integraal proefbedrijf doen, want je wil toch proberen te voorspellen in wat voor omstandigheden ga je zometeen die reizigers vervoeren. Als je die omstandigheden kent, dan kun je kijken, kunnen we daar mitigerende maatregelen bij nemen. Dus het doel van zo'n integraal proefbedrijf is idealiter om vast te stellen, zijn we er klaar voor? Dat kon nu niet, omdat de deadline al was vastgesteld, namelijk om van start te gaan. Maar op zich is dat wel het doel om te kijken naar alles wat daarbij hoort van, zijn we er nu klaar voor? En er hoort dan ook bij materieel oké. Okay. Ja. Maar omdat u net aangaf, materieel was niet oké, is dat iets waar niet specifiek zeg maar, verder nog naar gekeken is. Uw uitgangspunt was, het materieel is oké. Okay. Normalerwijs gesproken is het uitgangspunt, materieel is oké. Okay. Okay. In dit geval wisten we dat het materieel niet oké was. Dus hebben we wel degelijk gekeken van wat is nou het effect ervan dat het materieel niet oké is. En vandaar dat er redelijk gehamerd wordt op in de ingebruiknameadvies, op die punten die met name de uitval van het materieel beïnvloeden. Dus in plaats van zijn we er klaar voor, zegt u, kijken naar de specifieke situatie van de Vira, is het acceptabel om van start te gaan? Is dat de insteek geweest? Ja. Is zo'n proefbedrijf, is dat nou gebruikelijk? Is het iets wat verplicht is? Het is niet verplicht. Ik zou willen dat het verplicht was. Nee, het is niet gebruikelijk. Ik mag zeggen, ik heb hem zelf bedacht toen ik in 2007 mij werd gevraagd om opstartmanager voor de HSL te worden. Toen dacht ik, ergens moet je toch kunnen voorspellen wat er zometeen gaat gebeuren. En moet je toch kunnen vaststellen, met name omdat het toen nog helemaal nieuw was. De HSL en hoge snelheidsvervoer en grensoverschrijdend hoge snelheidsvervoer in Nederland. En België dus. En toen dacht ik, we hebben een instrument nodig om dat te kunnen. En toen heb ik het IPB bedacht, zal ik maar zeggen. Dus het is niet verplicht, maar het is wel erg handig. Ja. Wordt het nog steeds toegepast? Ja, het leuke is dat wij een integraal proefbedrijf hebben gedaan samen met Arriva. Voordat zij van start gingen met hun concessie in december 2012. Okay. Dus het wordt vaker gebruikt. Nou, u bent de bedenker. Was het geplande integraal proefbedrijf nu ook voldoende omvangrijk? Dus het plan wat er lag, was dat goed? Ja, het plan was goed, alleen het is niet uitgevoerd. Nee, het was niet omvangrijk genoeg. Want het plan zelf zeg maar, was voldoende omvangrijk en voldeed Wij hebben in april 2012 een plan voor het integrale proefbedrijf voor de V250 gemaakt. En toen hebben we gezegd, wil je iets zinvols kunnen zeggen zometeen over punctualiteit en uitval, dan moet je toch wel zorgen dat je zo'n 200 integrale proefbedrijfritten hebt gemaakt. En dat betekent dat ritten zijn die aan al die voorwaarden voldoen die ik net gezegd heb, dat we daar echt een beeld uit kunnen halen. En die 200 ritten,
die hebben we in de praktijk niet gehaald. Ja. We hebben wel 200 ritten gehad, maar niet representatieve ritten, waardoor we toch een vrij vaag advies moesten geven. Ja, we gaan daar straks nog uitvoerig op in dit verhoor. Zaten er nou ook concrete doelstellingen waar die eraan verbonden? Prestatieindicatoren over betrouwbaarheid of uitval? Ja, er zijn afspraken gemaakt tussen de concessieverlener en de concessiehouder over wat de prestatie zometeen moet zijn. En wij wilden kijken of die afspraken qua punctualiteit en uitval haalbaar waren. Dus ze stonden niet in het plan, maar het was eigenlijk je kijkt dan naar de concessieovereenkomst, ja. En dat is ook wat je wil bereiken met je proefbedrijf. Dat is wat je reiziger gaat beloven zometeen. Dus dan wil je toch zien of je dat kunt halen en wat je kunt doen om het te halen. Stond er in dat integrale proefbedrijf nou ook het plan om een integraal proefbedrijf in België uit te voeren? Dat konden wij vanuit Nederland natuurlijk niet zeggen. Dus wat wij geprobeerd hebben is om dat voor elkaar te krijgen. Maar we konden het niet opleggen. Überhaupt konden we niks opleggen. Want we hadden helemaal geen wettelijke grond om een proefbedrijf af te dwingen. Maar we hebben als Nederlandse partijen onderling afgesproken, laten we het doen. En laten we proberen voor onze Belgische collega's daarin mee te krijgen. En wilden de Belgische collega's dat? Ze wilden wel, maar het is niet gebeurd. En waarom is dat niet gebeurd? Dat kan ik niet helemaal inschatten. In ieder geval was er de toegang tot België voor de V250 was vrij laat. Ik geloof in augustus heeft hij daar een inzetvergunning gekregen. En toen waren we aan de late kant om daar een echt uitgebreid integraal proefbedrijf te doen. Toen zijn er wel ritten gemaakt, maar wat we niet meer voor elkaar gekregen hebben is om een heel analyse afspraken met elkaar te maken en een mechanisme te krijgen dat we iedere rit ook met elkaar konden bekijken. Hoe is dat nou gelopen? Wat leren we daarvan? Hoe gaan we het de volgende keer beter doen? Dat is er niet meer van gekomen. Vandaar dat wij uiteindelijk ook een ingebruikname-advies hebben moeten schrijven waar nadrukkelijk, en ik vind het nog steeds jammer, op de voorkant staat dat het alleen maar geldt voor het Nederlandse deel. En een integraal proefbedrijf is dus niet uitgevoerd naar België. Daar hebben we wel integraal proefbedrijf treinen gereden naar België. Ja. En waren die representatief, die ritten? Nee, de meeste daarvan waren helaas niet representatief. Ja. Dus als ik dit onderdeel even kort samenvat. U bent de bedenker van het proefbedrijf. Het is niet iets wat verplicht is. Het is wel iets wat nog steeds gebruikt wordt. Het doel is eigenlijk om vast te stellen van zijn we er nou met elkaar klaar voor. Maar omdat in dit geval er een duidelijke deadline was om van start te gaan. Kon de go or no go, ja, kon dat doel zeg maar niet bereikt worden met dit proefbedrijf. Maar het proefbedrijf moest wel aangeven van, is het nou acceptabel om van start te gaan? Wat wij in ons advies gedaan hebben, als ik hem mag aanvullen, is dat wij getracht hebben te voorspellen wat de startomstandigheden zouden zijn. Of dat acceptabel is, dat is niet een oordeel, daar heb ik wel een mening over, zal ik maar zeggen. Maar wat ik daarvan vind is niet zo belangrijk. Maar wat het management daarmee doet is belangrijker. In dit geval zijn anderen die besluiten, ga je wel of niet rijden in zo'n geval. Ja. Ik snap wat u zegt. We gaan straks ook wat dieper in op die ingebruikname-advies, omdat daar toch soms wel wat duidelijker een richting wordt aangegeven. En als het gaat over België, dan zegt u van, nou, het was wel de bedoeling om een integraal proefbedrijf te hebben. Er zijn wel wat ritten geweest, maar die waren niet echt representatief. Die waren helaas niet representatief genoeg. Nee. En wat zijn daar dan de consequenties eigenlijk van? De consequentie is dat wij, maar dat waren we sowieso al niet van plan van de Nederlandse kant, niet konden voorspellen hoe de trein in België zou rijden. En wij zouden dat vanuit de Nederlandse kant ook nooit opgeschreven hebben. Wij hadden gehoopt dat we met de Belgen de afspraken hadden kunnen maken dat zij hun deel zouden opschrijven en dat wij dan het ons. En dan moet dat bij de grens bij elkaar komen. Dat moet dan toch kloppen. En daar was gewoon niets. Daar hadden we gewoon geen inzicht in van hoe het in België zou gaan lopen. Maar dat betekent op het moment dat je geen volwaardig integraal proefbedrijf uitvoert naar België, dat dus een vraagteken blijft. Dus dat je niet weet hoe die trein het gaat doen tussen van Nederland naar België. En het is volgens mij vrij essentieel als het gaat over die beveiliging, dat ERTMS. Dat heb je dan niet lekker getest? Nou, technisch ging die de grens wel over en kwam die ook wel weer terug, gelukkig. Maar wat mis je? Wat je mist is, wat wij wel weten, is van hoe zal die het doen op het Nederlandse deel? Dus krijgen we hem op tijd bij de grens en wat kan ons daarin hinderen? En wat wij ook wel konden voorspellen is van als die uit België komt, hoe gaan we er dan mee om en wat kunnen we er dan mee als die vertraagd of minder vertraagd komt? Alleen wat die in België zelf doet, ja, dat konden we niet voorspellen. Ja. Maar wat het voor ons zou betekenen, voor ons is dan Nederland, daar hebben we wel geprobeerd inzicht in te krijgen. Maar je wil graag dat je reizigers een betrouwbare reis maken van
Amsterdam naar Brussel. Ja, we laten ze niet uitstappen voor de grens. Dus, ja, ja. Dus het is wel een gemiste kans dat je dat deel dan niet eigenlijk volwaardig test hebt. Dat is ontzettend jammer. Ja. Ik kijk even naar mevrouw van Torburg. U gaf aan dat u in 2007 met dit plan was begonnen om een integraal proefbedrijf te doen. Heb ik het goed begrepen? Maar betekent het dan dat u toen die voorwaarden die u net noemde had bedacht en dat eigenlijk in tegenstelling tot uw verwachting al meteen niet aan die voorwaarden was voldaan? Namelijk dat het materiaal in orde was? Als wij hier spreken over de V250, die komt natuurlijk pas later in beeld. Op het moment dat wij het proefbedrijf voor de V250 begonnen voor te bereiden, toen hadden wij al een aardig beeld dat die er waarschijnlijk, dat het wel krap werd of we dat materiaal ter beschikking, of ik zal maar zeggen, of een vinkje konden zetten in het boxje van materieel oké. Okay. We hadden nog wel steeds de verwachting dat die in ieder geval medio 2012 ter beschikking zou komen en dat we ermee zouden kunnen gaan rijden. Dus toen u in 2007 nadacht over hoe zouden we kunnen gaan bezien hoe die trein zich verhoudt, hoe dat allemaal gaat, toen had u die voorwaarden opgeschreven en op het moment dat het proefbedrijf ging beginnen, wist u al aan een van die belangrijke voorwaarden is niet voldaan. Begon voor de V250 begonnen we dat beeld wel te krijgen. Maar om het beeld even compleet te maken, we hebben ook daarvoor integrale proefbedrijven gedaan. Bijvoorbeeld voor de start Amsterdam-Rotterdam die in september 2009 is gaan rijden. Dus wij hebben ook gewoon gefaseerd gewerkt. Hè. Dus in 2007 heb ik niet zo over die V250 maar gedacht. Oké. En we hebben net een verhoor gehad met de heer Siebers en die gaf aan dat bij de planning van dat proefbedrijf men al rekening mee hield dat een deel van de ritten sowieso zou uitvallen. Wist u dat? Jawel, dat wist ik wel. Vandaar, ik noemde net het getal, je moet er toch 200 ritten zou je moeten maken. Maar in het plan staat eigenlijk, we hebben er in ieder geval echt 100 representatieven nodig. Dus laten we er nou maar van 200 uitgaan, dan hebben we nog een beetje marge. Hey, dat is in de praktijk altijd. Dus om allerlei redenen gaat de rit een keer niet door. En dan moet je zorgen dat je nog wat ruimte overhoudt. Dan gaan we naar uw eerste ingebruikname-advies. Het voorlopige ingebruikname-advies van 8 augustus 2012. Daarin staan eigenlijk de eerste bevindingen van het integrale proefbedrijf over de verbinding Amsterdam-Brussel. En dat is ook iets wat u samen volgens mij ook met HSA ook opstelt, hè, of indient of bespreekt. Hoe, is het iets echt van ProRail of een co-productie? Nee, het is echt een co-productie. Zo is het ook bedoeld. Er staan ook twee logo's boven, zowel van ProRail als van NS High Speed. En in principe is het zo dat we zeggen, wij geven een gezamenlijk ingebruikname-advies af, maar we zeggen iets over onze eigen kant. Want wie ben ik om een oordeel te hebben over de dingen van ProRail en van HSA? Waarom zou HSA een oordeel hebben over de ProRail dingen? Maar in ons opstartteam werkten we daarin samen. En zeiden we, en samen maken we dat ingebruiknameadvies. Vandaar dat er twee logos boven staan en twee handtekeningen onder. En die ingebruiknameadviezen die gingen verder, want u maakte het ten behoeve van HSA zelf of ging het ook nog naar de NS-directie? Oh, dat laatste weet ik niet. Wij leverden in ieder geval aan, of HSA leverde aan zichzelf. Okay. Ze zaten in het opstartteam. En hoe ze dat intern hebben doorgeleid, dat weet ik niet. U heeft het verder ook niet doorgeleid? Niet binnen NS, nee. Okay, dus dat liep dan via HSA. Gaan we even naar die voorlopig in gebruiknameadvies van 8 augustus 2012. Wat waren daarin de belangrijkste bevindingen en adviezen? Ja, dat was eigenlijk een heel vervelend ingebruikname-advies. Want eigenlijk zeiden we van, we kunnen hier verrekte weinig voorspellen. We kunnen geen realistische voorspelling doen van de punctualiteit. Die hebben we gewoon niet gedaan. En wij konden op basis van datgene wat we tot dan toe gezien hadden, maar dat cijfer is wel door HSA gemaakt, zeggen nou, het inzetpercentage van de V250 zal wel ergens tussen de 20% en 35% liggen. Je moet echt nog wel wat doen om meer zicht te krijgen over wat er zometeen per 9 december gaat gebeuren. En eigenlijk was ons advies er dus op gericht. Omdat we nog zo weinig weten, zorgen dat we wel meer gaan weten. Dus ga alsjeblieft representatieve integraal proefbedrijfritten doen. Ga aan de slag met die issues die je kent en die je voor 9 december ook nog opgelost kunt krijgen. En dat, eigenlijk is dat, we hebben misschien wat veel bladzijden voor nodig gehad, maar eigenlijk was dat wat we op dat moment tegen de directie zeiden. Ja, dus op dat moment wist men eigenlijk te weinig, omdat er ook te weinig testritten überhaupt waren uitgevoerd. In het advies staat onder meer vooral de geringe inzetbaarheid van de Vira baart zorgen.
Op dat moment is een Vira-treinstel gemiddeld tussen de 20% en 35% van de tijd inzetbaar, wat u net aangaf. En dat is een te gering percentage om een commercieel acceptabele prestatie te leveren. Wat was wel, zeg maar, acceptabel om een commerciële dienst, zeg maar, uit te voeren? Want 20% tot 35% is inderdaad laag. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat voor de materieelkant niet precies weet. Want dit is voor onze materieeldeskundigen, zal ik maar zeggen. Maar het moet ongetwijfeld meer dan 25% zijn. Ja, dat kunnen we... Ik weet wel, later, rond december zijn we gaan rijden. Toen zeiden we hebben er... Als ik we zeg, dan bedoel ik eigenlijk... We hebben natuurlijk niet gereden van ProRail, maar... Toen hadden we, als ik me niet vergis, hadden we 5 treinen ter beschikking om de dienst 10 slagen per dag naar Brussel te kunnen rijden. Dus je hebt er wel iets meer nodig. En toen gingen we uit van een inzetpercentage van tussen de 50% en 60%. Dus dan zal dat wel ongeveer het oordeel van de vervoerder geweest zijn. Van dat heb je toch minimaal nodig om een beetje representatieve dienst te kunnen rijden. Ja, maar in ieder geval vanuit het advies van 8 augustus 2012... was in ieder geval de boodschap helder. Er is nog veel te weinig bekend. We kunnen eigenlijk geen voorspelling doen. In de kern kwam het daarop neer. Ja. Ja. Maar dat moet je een beetje onderbouwen. Dus dan gebruik je wat meer woorden en voorbeelden. En u geeft een duidelijke aanbeveling. Meer testritten. Rijden. Ja, rijden. Ervaring op te doen. Vervolgens, ongeveer 3 maanden later, op 1 november 2012... brengen ProRail en HSA een definitief ingebruikname-advies. Ja. Hoe beoordeelde u de voortgang? Want we hebben 8 augustus, vervolgens 1 november. Nou ja, als je de 2 ingebruikname-adviezen naast elkaar zet, dan bleek uit ook dat we... Toen kregen we het beeld, ook al vonden we dat we te weinig representatieve ritten hadden kunnen maken. Dat wil zeggen, ritten die echt... passen in het beeld van een integraal proefbedrijf. Gelukkig reden wel veel meer treinen ondertussen. Dus daar kregen we wel enig zicht op, dachten we van. Het zou moeten kunnen dat we zo'n 80% punctualiteit op 3 minuten zouden moeten kunnen halen. Als het een beetje mee zit. En dat hebben we dan ook maar opgeschreven. Maar de onzekerheid daarover was toch vrij groot. En de inzet, de uitval, kwamen wij uit op ongeveer 10%. Uitgaande van 13 slagen nog, als dat 10 slagen geworden zouden zijn, wat uiteindelijk is geworden, dan ligt het een paar procentpunten lager. Maar dat is toch nog steeds meer als dat er wordt afgesproken. Want uiteindelijk stond er in contract, geloof ik, iets van 4,3% of zo. Ja, dus er was wel voortgang. U wist wel meer. We wisten meer. U wist meer, maar onvoldoende om echt een exacte voorspelling te doen. Daarvoor waren nog meer testritten nodig. Ja, en dat is de reden waarom we ook in dit ingebruiknameadvies nog zeggen, gebruik de resterende tijd, je hebt nog een week of 6, om nog zoveel mogelijk ritten te maken. En 1, je leert er nog veel van. 2, je doet er ook domweg ervaring mee op. Dus rij nu en rij wat je rijden kunt. En wat was nou in die periode, we hebben het over 1 november, dat advies uitkwam, nou de grootste zorgpunten? Ja, het gebrek aan testritten of wat kwam er allemaal uit dat proefbedrijf? Want er waren natuurlijk wel testritten. Wat bleek daaruit? De grootste zorgpunten waren toch de beschikbaarheid van het materieel. En mijn persoonlijke zorg erbij was van, en als het dan wel beschikbaar was, dan werd het ook nog eens een keer niet voor het integrale proefbedrijf gebruikt. Wat ik best snap, want dit materieel werd gebruikt om machinisten op te leiden, om wegkennis op te doen, om in- en uitstappen te oefenen, om monteurs te leren werken met zo'n trein. Dus, maar persoonlijk had ik natuurlijk het liefst gehad dat die ook echt gebruikt waren om integrale proefbedrijfritten te rijden. Maar ja, er waren er niet genoeg op dat moment. Ja. Dus de zorg bleef wel bij het inzetbaar zijn van die trein. En mijn zorg erbij is dan, wij vergaren toch te weinig informatie om echt een heel reëel beeld te kunnen geven van hoe ziet het er zo meteen op 9 december uit. Ja. En had u ook wel daarin al zorgen? Want 1 november is natuurlijk vrij snel op de start van de commerciële dienst Amsterdam-Rotterdam. En als je dan toch wel zorgen hebt dat je nog niet heel veel weet, wel wat meer ten opzichte van 8 augustus, maar lang nog niet wat je als doel hebt. Had u daar zorgen over? Ik begrijp uw vraag niet precies. Mijn vraag is van, als er vanaf 8 augustus, dat is zeg maar de eerste versie van het ingebruiknameadvies, nou daar kon u nog niet veel zeggen, want er waren echt toen heel weinig testritten. Vervolgens is er wel wat meer bekend 1 november, maar toch wel onvoldoende om een goede voorspelling te kunnen doen. Maar het is natuurlijk al bijna december dan.
Ja. Er zit niet veel tijd tussen. Nee. Had u zorgen over, laat ik zeggen, de betrouwbaarheid van de dienst? Want september ging de trein starten van Amsterdam naar Rotterdam. En december is natuurlijk ook dichtbij, naar Brussel. Ja, dat klopt. Nou, wij hadden wel informatie vanuit de trein van Amsterdam naar Rotterdam. En die cijfers die hadden we ook goed bestudeerd. En daar zagen we dat die een redelijke punctualiteit, rond de 80% geloof ik, gemiddeld gaf. En dat zijn uitval ook een stabiele, mooie rechtuitlopende lijn was. Dus dachten we, oké, als die trein rijdt, dan rijdt hij wel. Wij zeiden gekscherend wel eens tegen elkaar, als hij maar uit de garage komt, dan blijft hij wel rijden. Hè? Dan gaat hij overdag zomaar niet stilstaan. En op basis daarvan dachten we, nou, je kunt dus wel een redelijk betrouwbare treindienst rijden, mits die trein er is. Dus uiteindelijk hebben we in ons advies dus ook omgedraaid. En hebben we gezegd, ga nou even niet uit van wat je wilt rijden, namelijk 16 slagen per dag Amsterdam-Brussel. Maar kijk wat je met de beschikbare materiaal, wat je kunt rijden. En dus toen hebben we gezegd, rij je 13 of rijd er 10. Ja. Dan baseer je op de zwakste schakel in de keten, in dit geval de beschikbaarheid van het materieel. En kijk wat je dan wel kunt doen, omdat we dachten, als die rijdt, nou, dan rijdt hij wel. Had het te maken met de beschikbaarheid van het materieel en dus ook de betrouwbaarheid van het materieel? Want zeg, als je eenmaal reed, dan reed hij, maar reed hij niet van garage weer naar garage, omdat hij naar een ritje even... Ja, in die tussentijd is die vrij weinig tussendoor gestopt, zal ik maar zeggen, behalve waar we dat wilden. Ja. Nee, we hadden echt het gevoel dat als hij maar wakker wordt 's morgens, dan komt hij de dag wel door. Ja. En moest hij daarna meteen niet weer door onderhoud aangepast worden? Dus dat je veel treinen... Er is een onderhoudsregime voor die dingen afgesproken. Ja. En dat zullen ze ongetwijfeld zo uitgevoerd hebben. Ja. En, maar het is wel in die zin omgedraaid. Dat er een bepaald doel was, een aantal ritten naar Rotterdam en naar Brussel. En kijkend naar toch de beschikbaarheid van materieel, ze voor gekozen, een uitgediende dienst in feite. Ja, maar, weet je, als het niet kansloos moet, dan moet het maar zoals het kan. En in dit geval was het toch wel echt nodig, want we wisten dat het alternatief... de Benelux gewoon uit de dienstregeling was genomen per 9 december. Ja, en je wilt toch die reizigers vervoeren. Ja. Ik bedoel, daar doe je het voor. En dan moet het maar zoals het kan. Dus het was niet echt meer een keuze om iets anders te doen. Er moest gereden worden naar Rotterdam en vervolgens naar Brussel. Omdat er geen Benelux-treinen was. Het is mijn keuze niet. Ik bedoel, maar ik kan me best voorstellen dat de vervoerder denkt, laten we maar gewoon vervoeren wat we kunnen. Ja. Maar ook omdat u net aangaf, de Benelux-trein was er niet meer. Nee. Nee, dus een alternatief was er niet. Nee, dat is jammer. En wat, zeg maar, als we kijken naar dat advies van 1 november, wat was dan uw advies eigenlijk weer hetzelfde van meer testritten, alles op alles? En er zit een soort herhaling in. Ja, zo klinkt het net of het een heel makkelijk bandje is. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Maar daar kwam het wel op neer, ja. En zijn die aanbevelingen nou opgevolgd? Want als u elke keer 8 augustus 1 november aangeeft meer testen, meer proefbedrijven. Is dat gevolg aangegeven door HSA of de NS-directie? Ja, ik denk dat HSA, de projectorganisatie van HSA, echt geprobeerd heeft om te rijden wat ze konden rijden. Maar ze moesten wel elke dag keuzes maken. Gebruiken het materieel wat we ter beschikking hebben voor opleiding, of gebruiken we het integraal proefbedrijf, of gebruiken we het voor andere dingen. Ja, en dan moet je keuzes maken. Een machinist die niet kan rijden, heb je ook niks anders, zou ik maar zeggen. Hè? En ik kan me best voorstellen dat het gegaan is zoals dat het gegaan is. Maar jammer is het wel. Ja, er zijn in ieder geval minder testritten uitgevoerd. Ja, en weet je, het liefst had ik gehad dat, eigenlijk was dat een soort minimum om een goede voorspelling te kunnen doen, is dat je een hele week kunt rijden. Van maandag tot en met maandag. Dan maak je alle overgangen van materieel, personeel in de dienstregeling maak je mee. En dan krijg je in ieder geval een aardig beeld of je met elkaar, want dan ben je echt je logistieke systeem aan het testen, of je met elkaar het spel voor de reiziger goed kunt spelen. Ja. Als u me echt vraagt wat ik had gewild, had ik nog veel meer gewild, want een week is ook maar een week. Ja. En heb je nou net een week met heel mooi weer, dan gaat die fluitend door het land, zal ik maar zeggen, en dan gaan de reizigers vlot in en uit. Maar heb je nou net een week met heel slecht weer, dan krijg je misschien ook niet het goede beeld. Het liefst had ik een paar maanden. Ja. Gewoon geoefend, wat we voor de eerste 4-trein ook hebben mogen doen. En dan kan je echt een beeld geven. En dat kon u niet? Dat kon niet. Vanwege de tijdsdruk om van start te gaan met de commerciële dienst. Er zijn twee redenen voor, want het is niet alleen de tijdsdruk en het is niet alleen de beschikbaarheid van materieel. Want wat ik eigenlijk vraag, is wat bijna niet kan. Want dan zou je in het dienstregelingjaar 2011, hebben we het dan over? Ja. Zou je... 2012 zou je al dienstregeling jaar 2013 willen rijden. Nou, dat gaat natuurlijk niet.
Dus je zoekt naar de meest representatieve omstandigheden. Ja. En tijdsdruk heeft wel tegengezeten, want hadden we een jaar gehad, dan hadden we hem veel meer op kunnen bouwen, hadden we meer testen tussendoor kunnen doen, hadden we speciale dingen kunnen oefenen met elkaar, hadden we wel meer inzicht gekregen. Maar die week, die had ik eigenlijk wel heel graag gewild. Ja, dat is helder. En nog even de vraag, ik stelde hem net, die in gebruikname adviezen, die deelde u niet zeg maar met het ministerie? Jawel. Dat wel? Jawel. Okay. Ja, hoor. Ja, want ik vroeg net van met wie deelt u, toen zei volgens mij hadden we daar even spraakverwarring ik over. Ik vraag, want u vroeg of de NS-directie het in gebruik nam advies ook kreeg. En dat niet, kan ik niet beoordelen. Maar wel het ministerie. De ministerie werd. ILNT zat in mijn opstartteam, zal ik maar zeggen. Dus die kregen alles. Alle informatie. Kort samengevat, 8 augustus, het eerste voorlopig in gebruikname advies geeft een zeer beperkt beeld, want er zijn nog heel weinig testritten. Vervolgens komt er een nieuw, eigenlijk een definitief ingebruikname advies op 1 november. Dat geeft wel een wat beter beeld, omdat er meer testritten zijn. Maar het beeld is nog steeds van, we kunnen heel moeilijk een voorspelling doen, want er zijn nog te weinig testritten. En uw aanbeveling is bij al die adviezen geweest, meer testritten, meer rijden, meer rijden. Ervaring opdoen. Ja. Okay. Kijk even naar mevrouw van Torenburg. Dan gaan we naar, u heeft het druk gehad, want op 26 november komt er weer een ingebruiknameadvies. Hoewel eigenlijk op 1 november er al een definitief ingebruiknameadvies gegeven is. Wat was het doel hiervan? We hebben het ook een aanvulling genoemd. Hè. Het doel hiervan was om even te kijken waar staan we nu. We zijn een maand verder. We zitten een dag of 14 voor ingebruikname. Wat hebben we in die tussentijd gezien? Kunnen we een nog betere voorspelling doen van wat er op 9 december gaat gebeuren? En kunnen we eventueel nog wat aanbevelingen formuleren? En daar werd ik wel heel verdrietig van, want uiteindelijk... Ja, wat kwam daaruit, uit het advies van 26 november? Daar kwam dus uit dat het beeld verslechterde ten opzichte van het beeld wat we op 1 november konden geven. Omdat er in die tussentijd een aantal dingen waren gebeurd die wij niet hadden gezien nog, die zich toen voordeden. En wij een minder positief beeld konden geven over van hoe het er nou op 9 december uit kon zien. Dus ik had dat ding liever niet laten schrijven, zou ik maar zeggen. Maar ja, we moesten wel, hè. Want dat wil je toch het goede beeld geven. Maar het was niet leuk. Nee, dat kan ik dus toen hebben we gezegd, kun je nagaan, dan heb je het over 14 dagen rijden. Ik roep altijd maar, je moet rijden, want alleen van rijden leer je het. Maar je probeer toch nog die baseline 8, heet dat ding geloof ik, nog wat van die materieel softwareverbeteringen door te voeren. Want dat helpt alleen maar. En kijk wat je doen kunt. Maar in ieder geval het beeld, en hebben we het van 1 november naar 26 november, was het beeld verslechterd. Ja. En u wist eigenlijk nog minder. Ja. We konden een minder zekere voorspelling doen op 26 november, dus dat we dachten dat we konden op 1 november. En wat mij betreft illustreert dat dus ook het belang van een integraal proefbedrijf. Want nu moesten we zeg maar een beetje in de dagelijkse praktijk van november moesten we ontdekken hoe het zat. En dat had ik dus veel liever in een echt integraal proefbedrijf gehad, maar dan voor die tijd. En had u nou ook minder geleerd in die periode? Nee, we hebben meer geleerd, maar we leren dat we dus minder zeker wisten wat het zou worden. Dus nog meer onzekerheid in feite. Ja, helaas wel. En hoe kwam die boodschap over, bijvoorbeeld in die stuurgroep HSL, waar daar ook het ministerie in zit? Lijkt me zorgwekkend. Over een paar dagen gaat de commerciële dienst van start en die komt samen met HSA met een advies. Weten nog minder. Ja, in de stuurgroep HSL spraken wij niet echt over de details van het ingebruiknameadvies, maar waren we als keten daar aanwezig om veel meer om te kijken van waar sta je nou eigenlijk, wat zijn de dingen die je te doen hebt en hoe kunnen we elkaar daarin helpen. De echte details van het ingebruiknameadvies die werden besproken tussen de projectorganisaties van ProRail en van HSA en vertaald naar de operatie toe. Maar alle ingebruiknameadviezen gingen wel naar de stuurgroep. Dus mensen hadden in ieder geval vanuit de stuurgroep er weet van kunnen hebben. Ja. En in de stuurgroep zat het ministerie in ieder geval. En zat de ILT daar ook in? Ja. ILT zat er ook in. De brief stelt dat de verwachting is dat vanaf 9 december 2012... maar ongeveer 80% van de treinen op tijd zal rijden en dat 10% van de ritten helemaal zal uitvallen. En er wordt opgemerkt dat het ook nog veel slechter kan uitpakken. Kunt u dat toelichten? Het beeld wat erachter zit is dat omdat wij geleerd hadden van het advies van 1 november naar dat aanvullende van 26 november. Er in de praktijk dus zich dingen kunnen voordoen die wij nog niet kenden. Omdat we weinig van tevoren hebben kunnen oefenen met elkaar, zou ik maar zeggen. Waardoor we zeiden de kans dat het beter wordt dan 80%, die schatten wij erg laag. Oftewel, hou maar rekening met het feit dat het minder wordt.
En eigenlijk was ons advies, ga ook maar niet 13 keer per dag rijden. Ga voorlopig maar even 10 keer per dag rijden, totdat je dat heel stabiel kan. En als er dan meer materieel ter beschikking komt, en we hebben nog een aantal andere dingen beter in de hand, dan kan je proberen voor de reiziger de frequentie te verhogen. Ja. Stelt u nou ook dat het integraal proefbedrijf dus niet volgens plan is uitgevoerd? Is dat de conclusie die u heel... Dat durf ik rustig te zeggen. Ja, en dat het dus ook niet heeft opgeleverd waarvoor het bedoeld was? Het heeft opgeleverd waarvoor het bedoeld was, namelijk een voorspelling doen. Maar er kwam een voorspelling uit die we graag beter hadden willen doen. Ja. En is het een beetje vaag, geloof ik, wat ik nou zeg. Nou, maar wat ik bedoel is, het heeft wel degelijk een voorspelling opgeleverd. Alleen het was niet zo nauwkeurig als dat we hadden willen kunnen voorspellen. Maar het instrument op zich, ondanks dat aan alle voorwaarden niet was voldaan, heeft wel gewerkt. Ja, en u bent opstartmanager. Wat deed dat met u? Het is een soort voetbalvraag van wat voelde u erbij, maar in sommige gesprekken komt hij toch naar boven, dus hij ontstaat wat dat nu. Mij deed? Ja, je bent opstartmanager, uitvinder van het integraal proefbedrijf en dat is vervolgens onvoldoende uitgevoerd. Nou ja, ik heb me in die tijd weinig druk over gemaakt wat het met mij persoonlijk deed. Wat ik wel wist is dat we met elkaar nog harder aan het werk gingen om te kijken van kunnen we beheersen wat we kunnen beheersen en wat moeten we samen doen. Achteraf denk je daar wel over na natuurlijk. Maar op dat moment waren we alleen maar naar voren gericht. Je holt van deadline naar deadline. Dus, en zorgen over de reizigers? Ja, maar dat is waar je het voor doet. Ja, en waren die er? Ja, natuurlijk kan ik zorgen over de reiziger. Want weet je, we moeten in de keten samenwerken om die reiziger van A naar B te krijgen. En we wisten dat het geen ideale omstandigheden voor die reiziger zouden worden. Vandaar dat we ook die mitigerende maatregelen hebben voorgesteld die we hebben voorgesteld. Natuurlijk hadden we zorgen. Ja, ik wilde wel bijzeggen trouwens niet over de veiligheid van de reiziger. Ik was er heilig van overtuigd dat de reiziger best gezond van A naar B zou komen. Maar of die op tijd zou komen, dat was een andere vraag. Dus u geeft aan dat u het proefbedrijf is onvoldoende uitgevoerd. Het doel was om een soort voorspelling te doen, die kon je wel maken, maar die was de toekomst was onzeker, om even aan te geven. En die toekomst was wel dichterbij na uw laatste advies. De voorspelling was dat de toekomst onzeker was, ja dat klopt. Dat mag ik zo stellen. En u had wel zorgen over het vervoer van de reizigers en dan niet zozeer vanuit veiligheid, maar wel komen de reizigers op tijd aan in plaats van bestemming. Was het dan eigenlijk verantwoord vanuit betrouwbaarheid, vanuit reizigersbelang om van start te gaan in december? Was het verantwoord? Vanuit betrouwbaarheid, vanuit het oogpunt van de reiziger? Ik denk dat de vraag meer was van kunnen we reëel vervoer leveren? En we hebben gezegd ja, als je uitgaat van 10 keer per dag met datgene wat we nu weten, kun je een redelijk voorspelbaar reis aanbieden aan de reiziger. Dus in die zin denk ik dat het verantwoord was, omdat je probeerde te doen wat je kon. En dat je daarop aangepast had. Maar het was niet mijn beslissing uiteindelijk, want het is de beslissing van de vervoerder of die wel of niet gaat rijden. Maar veel alternatief was er ook niet. Ja. Maar u zegt van, we doen het uiteindelijk allemaal voor die reiziger. Ja. Ook in uw functie, opstartmanager. Ja. U zegt, zorgen over of die reiziger op tijd kwam. Dan is mijn vraag nogmaals, was het verantwoord vanuit reizigersbelang om van start te gaan? Als de toekomst zo onzeker is? Ik vind het een lastige vraag. Ik denk het wel. Wij voorspelden dat als je je ambitie even niet hoger stelt dan 10 keer per dag een trein heen en weer rijden. En dan met de informatie die we nu hebben, dan gaat dat lukken. En dan kun je daar een acceptabele dienstregeling afleveren met een punctualiteit van 80%. Ja, maar is een uitgedunde dienstregeling, is dat in het belang van de reiziger? Ja, weet u, dat is een lastige vraag, want het alternatief was geloof ik geen dienstregeling. Dus liever een dienstregeling die niet betrouwbaar is dan geen dienstregeling? Ja, 80% betrouwbaarheid is nog niet zo slecht, zal ik maar zeggen, voor het internationale verkeer, hoor. Heeft u die doelstelling behaald? 80% op 3 minuten, dus ja. dat is nog niet zo beroerd. Maar die doelstelling is al behaald, die 80% in de maand december, januari? Uiteindelijk zijn er dagen geweest dat wij die 80%, maar dat we met elkaar in het systeem, zal ik maar zeggen, die 80% gehaald hebben. Ja. Er zijn dagen geweest.
Maar ja, het is toch wel een serieuze vraag. Je doet dit uiteindelijk voor de reiziger. Ja. En die dienstregeling. U zegt van het is een soort keuze over tussen geen dienstregeling of geen betrouwbare dienstregeling. Ja, ik denk dat lijkt me een hele moeilijke keuze als opstartmanager. Ja, maar ik denk dat de vervoerder, die had dat dilemma, zal ik maar zeggen. Wij als ProRail, wij beslissen uiteindelijk niet, gaat er wel of niet gereden worden. Wij moeten ervoor zorgen dat aan alle voorwaarden vanuit de infrastructuur is voldaan dat er gereden kan worden. En dat hadden we gedaan. En dan is dan de vervoerder om te beslissen of die het wel of niet doet. Maar als laat ik het andersom formuleren. Ik heb me er in die tijd niet over verbaasd dat het besluit is genomen van we gaan rijden. Want uiteindelijk, dat is wel waar we ook naartoe werkten met z'n allen. Rijden met dat ding. Ja. Maar ook omdat er geen alternatief was. Ja, dat heeft idealiter. Kijk, ik had liever gehad, maar dan spreek ik puur vanuit mezelf. Ik had liever gehad dat we met de Benelux nog een poosje hadden kunnen doorrijden. Laat ik het maar zo formuleren, totdat wij zeker wisten dat we een goed product met de V250 hadden kunnen neerzetten. Ja. Dat had ik veel liever gehad. Maar die mogelijkheid was er niet. Nee. Als we nou kijken, we hebben het met elkaar uitgebreid in het vorige gehad dat het proefbedrijf niet is uitgevoerd zoals het gepland was. Had dat nou ook te maken met dat er eigenlijk weinig mogelijkheden waren, dat er onvoldoende plek was op die hoge snelheidslijn om te oefenen? Nee, dat is een kwestie van kiezen. Uiteraard is de capaciteit verdeeld. We zitten in het dienstregeling jaar 2011. En daar rijden treinen over de HSL. Nou zit de drukte niet aan de HSL, maar met name op stukken naar de HSL toe, zal ik maar zeggen. Op de conventionele infra. Maar als je ervoor kiest om een integraal proefbedrijf te doen, dan kan dat. De rijpaden waren aanwezig. Dus het is een keuze, zegt een keuze. U, om dat wel of het is niet een keuze, te doen? Ja. Maar de problemen waarom het integraal proefbedrijf niet is uitgevoerd, had ook heel erg veel te maken met de beschikbaarheid van het materieel. Ja, ik kan niet anders dan tot die conclusie komen. Ik vat dit onderdeel even samen. 26 november komt u met een nieuw ingebruiknameadvies, een aanvulling op dat van 1 november. En u zegt eigenlijk weten we nog minder. U had zorgen vanuit het kijken naar het belang van de reiziger. Maar u heeft ook aangegeven in dit verhoor, ja, een keuze hadden we eigenlijk niet. Of het was geen vervoer. Dus het was keuze tussen geen vervoer of twijfels of nog ineens twijfels, u heeft ook aangegeven, zorgen over een betrouwbare dienst, kijkend naar de reizigers. En het proefbedrijf is met name niet uitgevoerd vanwege de beschikbaarheid van het materieel. Lijkt me een adequate samenvatting. Okay. Ik kijk naar mevrouw van Torburg. Eén kleine aanvulling. Heeft u een beeld van welk deel van de problemen werd veroorzaakt door problemen met de Vira zelf en welk deel mogelijk met de infrastructuur? In welke fase bedoelt u? In de fase van het integrale proefbedrijf? Ja. In het integrale proefbedrijf hebben we geen last gehad van problemen op de infrastructuur. Okay. Er waren best gekende problemen op de infrastructuur, maar die waren niet specifiek voor de V250. Daar hebben de andere treinen die daar rijden ook last van. Dus zijn ze niet speciaal doorgeraakt. Okay. Is er een moment, meneer Oosthoek, bij u gekomen dat u dacht van ja, ik wil eigenlijk adviseren om niet van start te gaan? Oh ja, meerdere keren, maar ik had geen keus. Want, weet u, omdat het besluit was genomen dat de V250 ingezet zou gaan worden, en omdat het alternatief weg was, hebben wij gewerkt aan hetgene van wat wel kan. Maar zoals ik u net zei, ik had veel liever gehad, en ik heb meerdere keren gedacht van, oh, was het maar zo, dat we nu een go-no-go moment hadden gehad. Want dan was mijn advies echt geweest, niet doen. Dus als er bijvoorbeeld een backup was geweest, we hebben het net gehad over de Benelux-trein, was dan uw advies geweest niet starten? Ja, absoluut. Absoluut. Dus dat geeft ook wel de urgentie aan en uw zorgen ook, dat u zei als er een alternatief zou zijn geweest, dan had ik gezegd we moeten niet van start gaan met de commerciële dienst. Nee, dus wat leren we daarvan? Zorg nou dat als je zoiets omvangrijks doet als dit, dat je een nieuw materieel op een nieuwe relatie zet, zal ik maar zeggen, en dan ook nog eens een keer grensoverschrijdend. En je bent er niet helemaal zeker van, houd dus een alternatief achter de hand. Heeft u uw zorgen ook op die manier gedeeld? Hoe heeft u kenbaar gemaakt dat u op meerdere momenten dacht, we moeten eigenlijk niet van start gaan in september? Nee, ik heb nooit gezegd, we moeten niet van start, want we wisten allemaal dat we wel van start moeten. Maar we hebben wel vaker, en als ik met we, dan bedoel ik echt gewoon de mensen in het opstartteam. En ik kwam ook heel vaak de collega's van HSA, projectorganisatie tegen, dat je zei van ja jongens, het is jammer dat het zo moet, maar we hebben geen keuze, we gaan. En dus de energie was wel naar voren gericht. Dus we hebben niet zitten denken, wat vervelend nou dat we nou van start moeten. We hebben gedacht van, we gaan maken wat we kunnen maken. Maar als een mens zorgen heeft, dan deelt hij die zorgen vaak ook. Tuurlijk.
Met wie heeft u zorgen? We zagen elkaar dagelijks, dus we zeiden dat heel vaak tegen elkaar. Maar ik moet eerlijk zeggen, de energie was echt gericht op van wat kunnen we wel. Dus laten we problemen oplossen. Laten we goed samenwerken om ervoor te zorgen dat 9 december zo goed mogelijk wordt. Waren de collega's in uw omgeving die zeiden van... Bas, als ik even zo vrij mag zijn, we moeten dit niet doen? Nee, maar de beslissing was ook niet aan mij. Hè. Ik bedoel, ik adviseer alleen maar. En er zijn best collega's geweest... Die zeiden van, ja, is het wel verstandig om te gaan? Ja, dan vertelde ik hetzelfde verhaal als nu. Ja, we hebben geen keus. We gaan met z'n allen. Ja, dus de sfeer was niet van grote zorgen met elkaar delen. De sfeer was meer van, we gaan ervoor. Nee, de sfeer was niet de zorgen met elkaar delen... om vervolgens in de moed te komen van... hey, dit heeft geen zin, we gooien de bel er maar neer. Dus we zagen ze meer als uitdagingen. Ja. Dus de sfeer was wel... We moeten gewoon gaan, we hebben zorgen. Dus we moeten nog harder werken. Dan zeg ik het wat anders. De sfeer was van wel de zorgen met elkaar delen. Absoluut. En dat gebeurde ook regelmatig. Maar het vertaalde zich niet, of het uitte zich niet in van... om niet van start te gaan, maar alles erop... ingezet om wel die datum te halen. Ja, weet je, we moesten wel zorgen delen, want we hadden de zorgen, moesten we naar elkaar toe uitspreken. En ik vind het ook heel fijn dat we ook een sfeer met onderling hadden tussen ProRail en HSA, dat we dat ook gewoon konden. Ja. We kenden mekaars belangen ook en we hadden daar ook respect voor. Maar we moesten de zorgen naar elkaar uitspreken om vervolgens de stap te kunnen zetten van hoe gaan we hier nou mee om? Hoe brengen we dit nu verder? Heeft u uw zorgen ooit gedeeld met de heer Siebers? Met meneer Siebers, die kwam ik wel eens in de trein tegen. Want ik geloof dat hij in Oegstgeest woont en ik woon in Leiden, dus dan moesten we samen naar Utrecht. En dan hebben we wel eens tegen elkaar gezegd van, nou, het wordt wel spannend. Ja. Ja. Oké, ik geef het woord aan mevrouw van Torburg. Dan ben ik nog wel een beetje benieuwd, hoe spannend werd het dan? Want 9 december zou die trein gaan rijden. Bent u gewoon 's avonds gaan slapen en gedacht, morgen feestdag? Nee, ik ben wel 's avonds gewoon gaan slapen. Ja, dat snap ik. Nee, feestdag. Nee, helemaal dan? Niet. Ik was zo gespannen, dat weet ik nog. Ondanks het feit dat ik op dat moment wist dat het volledig uit mijn handen was. Hè, want op dat moment heb je het overgedragen aan de operationele organisatie. Dus dan moeten die mannen en vrouwen het doen. Maar ik was verrekte vroeg wakker 's morgens. Net als vanmorgen trouwens. Maar je bent er nog steeds mee bezig. Het was heel spannend. Ik weet, een van de eerste telefoontjes, en ik denk dat het normale wijze gesproken bel ik nooit voor achter. Maar ik denk dat ik voor achter gebeld heb naar de collega's van HSA om te zeggen van, rijden we? Echt waar? Ja. Ja, we reden. We reden. Ja, de eerste dag ging ook niet erg slecht, maar het was ook een vrij simpele dag, want het was een weekenddag. Hè? Een zondag? Dus de eerste, ja, ik geloof het wel. Meestal beginnen we op zondag, maar de maandag was natuurlijk veel spannender, want dan heb je een echte representatieve dag met veel reizigers. Dus je maakte zich echt serieus zorgen toen u wakker werd. Hoe gaat dit vandaag? Ja, je bent gewoon gespannen. En welke maatregelen waren er nou eigenlijk getroffen? Kunt u dat vertellen? Mitigerende maatregelen als het niet goed ging. Ja. Er waren een aantal extra maatregelen genomen door HSA. Als het even kan. Wat zij noemden een warme reserve beschikbaar te hebben. Dat is een trein die opgewarmd klaarstaat waar een machinist op zit. Waarschijnlijk op de Watergraafsmeer dat als het nodig is dat hij er meteen ingeschoten kon worden. Wij hadden met de infraprovider Infraspeed afgesproken dat zij extra personeel beschikbaar zouden hebben langs de hoge snelheidsinfrastructuur voor het geval er een trein zou stranden. En we daar snel bij zouden willen zijn. Dat hadden we trouwens ook al gedaan voor de ingebruikname van Amsterdam-Rotterdam in september. We hadden extra personeel op de verkeersleidingsposten om de treiningsleider te ontlasten. Want als het buiten niet goed loopt, dan is de treiningsleider en de machinist, dat zijn degenen die dat het eerste voelen. Dus we hadden daar extra mensen neergezet. Ons uitvoerend management of operationeel management was alert. We hadden een nieuwsbrief intern geschreven van let op jongens, het gaat echt gebeuren 9 december, dus zet je beste beentje voor. En we hadden met elkaar afgesproken dat we elkaar dagelijks zouden zien om de dag daarvoor, zal ik maar zeggen, te evalueren en te kijken van wat zijn maatregelen die we nu kunnen nemen. Dus wat leren we van de dag hiervoor? De maatregelen die u noemt zijn een heleboel maatregelen waarin u zelf ook al aangeeft dat u die heeft uitgevoerd. Even ten aanzien van die warme reservetrein die zo uit de startblokken kon schieten. Was dat ook gebeurd? Weet ik niet. Oké. Weet ik niet. Dat zat aan de andere kant van het spectrum. Dus u weet niet of alle maatregelen of alle aanbevelingen die u heeft gedaan ook zijn uitgevoerd. Maar in ieder geval de maatregelen waarvan u zei, die liggen aan onze kant, heeft u ingezet? Ja, en die zijn ook ingezet.
Nog even over die backup, bedacht ik me. Heeft u nou ook gezegd, er moet eigenlijk een backup zijn tegen HSA? Wat bedoelt u? Welke backup bedoelt u? Eigenlijk een Benelux terugvaloptie. Heeft u dat nou op enig moment echt tegen HSA gezegd? Eigenlijk moet er een backup zijn. Nee, wat we wel. Dat was gewoon een keus. Ergens in maart hoorden wij in het opstartteam dat de dienstregeling voor 2013 was ingediend. En dat daar de Benelux niet in zat. Nou, toen hebben we wel gezegd, goed, dat is verrekt wel jammer dat dat zo is. Maar dat is wel een keus. Ik snap ook wel dat ze die keus gemaakt hebben op zich. Wij hebben wel gezegd van probeer te doen wat je kunt doen. En het zou ook heel verstandig zijn geweest. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet echt niet of we dat echt expliciet van tevoren hebben besproken. Dat ook al kun je dan, heb je misschien niet de dienstregeling geregeld voor een Benelux. Maar zorg dan wel dat je materieel en personeel achter de hand houdt om toch nog een Benelux-achtige trein te kunnen rijden. Ik weet gewoon niet of we het daar voor die tijd echt over gehad hebben. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat wij waren veel meer bezig met die V52 moet gewoon die baan op. Nou vallen dus in de eerste weken de prestaties tegen. De eerste dag, het weekenddag, viel het dus nog mee. Daarna ging het iets minder goed. Ik moet de vraag stellen, u heeft hem al een beetje beantwoord. Maar was u nou verrast van die prestaties die geleverd werden? Nou, weet u wat grappig is? Ik heb niet helemaal het beeld dat het in het begin de eerste dag wel goed ging en dat het daarna minder werd. Als je gewoon de cijfers bekijkt, dan zie je toch een oplopende lijn van gemiddelde punctualiteit. Dus het is niet zo dat het slechter ging. Als je vervolgens het patroon per dag bekeek, dan was het heel grillig. Dan had je de dagen bij, dan reden we een punctualiteit van 40% en de volgende dag kon het een punctualiteit van 80% zijn. Deze cijfers heeft u niet. Nee, die heb ik ter voorbereiding van dit gesprek gemaakt. U mag ze best hebben, hoor. het beeld was eigenlijk wel dat de punctualiteit langzaam wel aan het groeien was. Maar ik wil er ook bij zeggen, het was een weinig representatieve periode. Want je hebt het over december. En we begonnen half december en dan krijg je de kerstdagen. En dan heb je minder reizigers in de trein dan normalerwijs gesproken. We hebben ook wat last van het weer gehad, wind. En nou goed, de sneeuw, daar komen we vast nog wel op. Maar het beeld was niet dat het steeds slechter werd. Tenminste niet wat punctualiteit betreft. Als je naar uitval kijkt, dan is het beeld iets anders. Weet u wat de verwachtingen van HSA waren? Want u heeft de besprekingen gedeeld. U heeft 's ochtends gebeld op zondag. Maar heeft u een algemeen beeld van wat de verwachtingen van HSA waren ten aanzien van de inzetbaarheid van de trein, de betrouwbaarheid? Wij spraken elkaar in telefonische conferenties eens in de 2-3 dagen, geloof ik. En dan bespraken we het beeld met elkaar. En we hebben ons zorgen gemaakt over het grillige beeld wat je had. Maar we zaten weer in de modus van wat kunnen we hiervan leren en welke maatregelen kunnen we nemen en wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat het beter wordt. En dus je was niet zo bezig met verwachtingen. Je was veel beter met van wat kunnen we repareren op een goede manier. Maar dat we geen van allen erg tevreden waren, dat is een feit. Nou zei u net, we komen vast nog te spreken over de sneeuw. Dat waren we eigenlijk niet van plan. Oh, ik vind het uitstekend. Maar u begon er zelf over. Dus als u daar nog iets over wil zeggen, vind ik dat u de ruimte moet worden geboden om daar nog wat over te zeggen. Oh ja, ik kan het ook als een uitnodiging accepteren, ja. Ik heb wel even nagedacht over die sneeuw natuurlijk, want dan zit ik met name te kijken van wat hadden we aan de infrastructuur, hebben wij vanuit de infrastructuur een bijdrage geleverd aan het uit de dienst nemen van die V250, omdat wij de wintersomstandigheden niet goed zouden beheersen. Je reageert altijd vanuit je rol, zal ik maar zeggen. Ja. En ik denk, die vraag ga ik vast krijgen, dus daar ga ik me op voorbereiden. En ik moet zeggen dat het eigenlijk niet zo is. Natuurlijk hebben wij vanuit de infrastructuur ook last gehad van die sneeuw. Wissels die vaker gestoord zijn. Maar het beeld was niet anders als voorgaande jaren. Daarna is het gelukkig beter geworden. Dus we hebben die bijdrage niet geleverd, zal ik maar zeggen. Maar wat ik wel graag wil vertellen is dat we ook in die fase nog steeds, en dan zijn we wel 40 dagen verder, nog wel steeds aan het samenwerken waren om te kijken van hoe komen we nou verder. Maar op het moment dat die situatie zich voordeed, zo de 16, 17, 18... januari hebben HSA en ProRail heel nauw samengewerkt om te kijken van wat kunnen we nou eigenlijk doen om te ontdekken van wat is er nou aan de hand. Bijvoorbeeld die plaat die er afgevallen was, maar ze hadden ook beschadiging aan het materieel gevonden die ze niet meteen konden verklaren vanuit zichzelf. Dus wij hebben de baan laten schouwen. We hebben Infospeed gevraagd, kijk nou eens
of je ijs aangroeien ziet, ijsblokken die eventueel beschadigingen aan de trein zouden kunnen aanbrengen. Zijn de tunnelmonden nog mooi vrij en dat soort dingen. En we hebben onmiddellijk nadat het besluit is genomen om de V250 uit de dienst te halen op 17 januari, meegewerkt aan het uitvoeren van een schouwrit met een Thalys, om te kijken of de baan vrij en onbelemmerd was, zoals wij dat dan noemen. En dat samen met de Belgen gedaan, want die hebben 's nachts gekeken. Okay. En toen vonden ze die plaat ook. Oké. Meneer Oosthoek, we komen tot een afronding. U heeft net aangegeven dat u stukken bij zich heeft die u graag overhandigt. U mag ze best daar hebben, hebben ja. Daar hebben we een procedure voor dat wij via de bode, indien u daarmee instemt, de stukken in ontvangst kunnen nemen. Zal ik ze er meteen uithalen? Even kijken, dan hebben we het over deze. Als u daar nog een toelichting op wilt, dan... Wij gaan het goed bekijken en dan kunnen wij altijd... Niet, dan kom ik daar graag voor terug, zou ik maar zeggen. Wij kunnen dan altijd nog ons tot u wenden om een toelichting op te vragen. Maar, alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel. Speciaal voor vandaag gemaakt? Ja, voor mijn voorbereiding voor dit gesprek, ja. Stellen wij zeer op prijs, dank u wel. Dan hebben wij nog wel een slotvraag. Ook u bent nauw betrokken geweest bij het project V250 en het uiteindelijk in de dienst brengen en helaas ook weer uit de dienst halen van de trein. Zijn bij u signalen bekend van onregelmatigheden? Of heeft u ideeën dat er dingen in strafrechtelijke zin niet goed zijn gegaan? Nee. Nee. Niets. Oké. Okay. Mag ik nog een slotstatement maken? Want ik zou graag, want je wilt leren van datgene wat je meemaakt, zal ik maar zeggen. Ik zou graag een paar aanbevelingen willen doen, als dat mag. Absoluut. En de hoofdaanbeveling is wat mij betreft van doe altijd een integraal proefbedrijf. Ik zou bijna zeggen, dwing het gewoon af, wettelijk. Dat kunnen jullie doen, denk ik. Dus dat lijkt me altijd goed. Want het bewijst zichzelf in de praktijk. Zelfs als je een integraal proefbedrijf niet helemaal kunt uitvoeren, dan leer je er toch van. Een tweede is wat mij betreft, zorg dat je altijd een plan B hebt. Want uiteindelijk doen we het wel voor die reiziger en we moeten wel zorgen dat we die fatsoenlijk vervoeren. Maar dat zijn wat mij betreft de twee belangrijkste aanbevelingen. En een derde is misschien, ga nou niet hele nieuwe dingen doen midden in de winter of zo. Ik bedoel, je kan per december beginnen, maar je kan toch ook in maart beginnen of zo, of april. Dan stel je de winter nog een poosje uit. Oké. Meneer Oosthoek, ik dank u voor dit verhoor en ik sluit dit verhoor. Graag gedaan.